De minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somoharjo, heeft vandaag officieel het roer overgenomen van het ministerie. Nadat het protocol van overdracht door hem en scheidende minister Mike Noursalim was getekend, sprak hij de personeelsleden toe. Somoharjo zei in zijn toespraak dat hij zich bewust is van de rol die het ministerie van Binnenlandse Zaken binnen de overheid en de Surinaamse samenleving te vervullen heeft. Ook zei hij te beseffen dat de uitdagingen door de huidige financieel-economische en coronacrisis niet gemakkelijk zal zijn. Toch is de BISA-minister ervan overtuigd dat Suriname in staat zal zijn het hoofd te bieden tegen de crisis. Tijdens zijn zittingsperiode zal hij zich inzetten voor een beter overheidsbeleid. Onder andere genieten de afdelingen Human Resource Management, overheidspersoneelsadministratie en de dienstverlening van het Centraal Bureau voor Burgerzaken prioriteit bij de nieuwe minister. Van ex-minister Noursalim werd door de Bizanen met een luid applaus en staande ovatie afscheid genomen.